Laten we beginnen. Ja, ik ben enorm trots op onze studenten. Het is voor veel studenten echt een hele moeilijke tijd geweest. Ja, ze hebben zich er doorheen geslagen, zo goed en zo kwaad als het ging, met doorzettingsvermogen, zorg voor elkaar, met heel veel creativiteit, ja, respect. Ja, ik zit zowel in de Centrale Medezeggenschapsraad als in de faculteitsraad. Hiermee vertegenwoordig ik de stem van de studenten en geef ik mijn studentperspectief op de plannen van het Nationaal Programma Onderwijs. Binnen de Centrale Medezeggenschapsraad hebben we vooral gekeken naar het plan van aanpak. En binnen de faculteitsraad hebben wij de plannen besproken en ingestemd. De Centrale Medezeggenschapsraad heeft van het College van Bestuur een plan van aanpak gehad, Nationaal Programma Onderwijs, en daar hebben we mee ingestemd. Nou, hoe konden we dat merken? We merkten dat studenten minder veerkrachtig waren, minder energie hadden. Ze maakten zich zorgen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie, maar ook over de gezondheid van hun dierbaren. Ja, je merkte dat ze hun passie kwijt waren. Dit zijn een aantal voorbeelden waar het geld heen gaat. Allereerst ontzettend blij dat we weer vooruit kunnen kijken. Daarbij is de onzekerheid nog niet helemaal weg. En ik ben dus ook wel heel blij dat we de middelen die we nu hebben voor extra begeleiding ook volgend jaar nog in kunnen zetten voor onze studenten. Ja, en misschien toch ook iets positiefs. We hebben in deze periode geleerd om met digitale middelen samen te werken. En dat biedt een geweldige kans voor meer flexibele programma's. Ja, waarbij studenten en in de klas en op het scherm en bij onze partners in de stad kennis ontwikkelen. Dat is winst.